Amsterdam. Jullie komen echt volgens mij van overal vandaan. Want ik heb mensen echt gezien die niet in Amsterdam wonen, die echt ver weg. En die hier speciaal voor Judith en voor deze mooie gelegenheid hier naartoe zijn gekomen. En dat is te gek, dat is gaaf. Oké, we gaan ervoor. Zijn jullie klaar? We gaan beginnen met het officiële gedeelte. En meteen ook het meest spannende van vandaag. Ik tel tot drie en dan zeggen we, Judith, laat jezelf zien. Dat is toch kinderachtig, maar leuk, of niet? Ja, oké. Komt-ie. 1, 2, 3. Yeah. Judith, laat jezelf zien! Ja, je probeert je er voorstellingen van te maken hoe dit moment dan is, maar dat is gewoon eigenlijk niet voor te stellen. Nou, het allereerste wat ik ga doen is natuurlijk mijn masker afdoen. Want dat heb ik niet meer nodig. Jullie gaan het nog wel even ophouden, want ik heb een leuk spelletje in petto. En dan hebben we drie momenten waarop die af kan. Dus nog even geduld. Waarom nou maskers, zou je misschien denken? Nou, ik heb hem zelf heel hard nodig gehad, heel lang. Eigenlijk was het een soort beschermingsmechanisme voor mij. Het zorgde er namelijk voor dat ik niet mezelf hoefde te laten zien. Mijn eerste ingrediënt om je masker af te doen is mildheid. Ik vind namelijk dat we eigenlijk allemaal veel te streng voor onszelf zijn. En daarmee houden we onszelf enorm tegen. Waarom kunnen we niet gewoon genoegen nemen met hoe we het doen? En moeten we altijd streven naar beter? En verwachten we ook dat de klant altijd 120% van ons wil? Nou, dan zijn we nu bij het tweede ingrediënt gekomen. En wat mij betreft is dat kiezen. Kiezen voor jezelf. Kiezen vanuit je hart. Ik ben eigenlijk altijd mijn hele leven al gefascineerd geweest door de binnenkant en de buitenkant van mensen. Hoe dat soms totaal niet klopte. Hoe dat ook bij mij niet klopte overigens. Dus ik heb ook lang een masker op gehad. En ik vind persoonlijk dat ondernemers, zo voel ik het zelf in ieder geval wel, eigenlijk alle keuzevrijheid hebben van de wereld. Nou, dan ben ik eigenlijk bij het belangrijkste onderdeel aanbeland wat mij betreft. Want daar gaat volgens mij, laat jezelf zien over, openen. Want wat gebeurt er nou als je opent? Wat gebeurt er nou als je jezelf laat zien? Dan zijn er een aantal dingen die wat mij betreft gebeuren. Je krijgt een enorme aantrekkingskracht. Dat is ook precies waar ik in geloof. Dat als je duidelijk maakt waar je voor staat, dat je dan ook het werk gaat aantrekken wat je wil. En het tweede waarom je dat zou moeten doen, is dat je je gunfactor eigenlijk enorm verhoogt. En wat ik daar als voorbeeld bij wil geven is, denk maar eens aan een kind. En een kind, nou, daar is er een, die van mij. Als die je aankijkt en in vol overgave iets aan je vraagt, dan gun je dat kind toch heel vaak gewoon wat. Dus om samen te vatten wat ik nou echt wil vertellen. En wat ik dus ook in mijn boek wil vertellen. Word milder voor jezelf. En kies ook voor jezelf. Kies vanuit je hart. En dan komt het allemaal in orde. En dan weet ik zeker dat je voldoening en succes zult krijgen. En open dan ook. Laat het zien. Laat jezelf zien. We gaan over naar het echte officiële moment. En daarvoor wil ik graag op het podium halen Tosca Ruis van uitgeverij Scriptum, daar is ze. Jij vertelde me over je ideeën. Het sprak mij enorm aan, gelijk, vanaf het eerste moment. Ik zei van, nou, gaan we doen. Jij ging hop, aan de slag, schrijven. En vervolgens het overleggen over het manuscript. Het overleggen over de foto's, de opmaak. Hoe mooi we het boek gingen maken. Alles ging eigenlijk zonder problemen en we zaten heel snel op één lijn. Ik ben heel blij dat ik jou het eindresultaat van onze super samenwerking kan uitreiken. Het echte eerste exemplaar. Alsjeblieft. Maar als je zegt van laat jezelf zien, hè, het thema van vandaag. Wat denk jij dan aan? Wat is voor jou belangrijk? Ja, dan gaat het om contact maken. Echt contact maken. Dus jezelf laten zien. En daardoor laat de ander zich ook zien. Dus het gaat allemaal om contact. Gewoon zoals wij dat nu ook voelen. Het is contact. Als ik het thema laat jezelf zien, hoor. Dat is denk ik wel iets wat voor iedereen van toepassing is. Omdat ik heel veel mensen inderdaad zie worstelen met thema's in hun leven. Waardoor ze zichzelf niet durven laten zien. Te lang in een relatie blijven hangen. Te lang blijven zitten op een baan door allerlei drogredenen.
Laat jezelf zien is belangrijk. Het gaat bij mij over authenticiteit. Het gaat om gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Eerlijk zijn vanuit jezelf naar de andere mensen waarmee je te maken hebt. Met andere woorden, richt je op je eigen fanclub. Dus je kunt altijd authentiek blijven. Nou, laat jezelf zien is voor mij vooral vanuit je hart naar mensen toe. He, dus vanuit je ware motieven dingen vertellen of vragen. Of... En heeft Judith dat van u geleerd? Ja, dat heb ik altijd geprobeerd zoveel mogelijk mee te geven. Ja. Eerlijkheid boven alles. Laat jezelf zien, is laat dat masker vallen. Nou ja, letterlijk en figuurlijk. Laat zien wie je bent, laat zien waar je voor staat. En action speaks louder than words. Het is niet alleen maar zeggen, het is ook het elke keer weer doen. Wees een mooi rolmodel voor je omgeving.